Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je producten zien die ik de laatste tijd heb opgemaakt. Ik kreeg namelijk een tijdje geleden van een van jullie de vraag of ik misschien een keer een video wilde opnemen waarin ik producten liet zien die ik heb opgemaakt. Ik moet zeggen, ik heb dit echt jaren geleden al wel vaker gedaan, maar ik ben er op een gegeven moment mee gestopt. Omdat ik eigenlijk niet een heel groot gebruiker ben van producten. Dus ik moet echt de verpakkingen opsparen. Omdat ik anders bijvoorbeeld als ik het van één maand zou doen gewoon niet voldoende heb om te laten zien. Want ik vind het vaak een beetje zonde om voor twee producten een hele video op te nemen. Maar nu heb ik best wel een zak vol met producten. Hier zitten allerlei lege producten in. Ik ga je dus laten zien wat er in deze zak zit en of ik je de producten zou kunnen aanraden en wat mijn mening ervan is. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik nou de laatste tijd heb opgemaakt aan producten, kijk dan even gezellig mee met deze video. Ik begin met een cream douche van Derlon. Dat is deze fles. Het is een amandel cream douche. Er zit amandel en hydraterende melk in, is dermatologisch getest en heeft een pH het neutraal. Er zat 500 ml in. Ik ben iemand die de hele week door eigenlijk best wel verschillende douchegel producten gebruikt. Maar op sommige dagen zit ik gewoon aan een vaste douchegel en dan heb ik dus een goedkoper variant. Deze van Derlon kwam ik toevallig tegen bij de supermarkt. Want ik bedacht me ineens, oh, ik heb eigenlijk nog een douchegel nodig. En toen kwam ik deze tegen. Hij is wel heel lekker. Je merkt ook wel dat er melk in zit. Maar de geur blijft niet heel lang hangen. En dat merk ik wel vaker bij doucheproducten voor vrouwen. Die blijven niet zo lang hangen. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Want als ik kijk naar de producten bijvoorbeeld voor mannen, neem bijvoorbeeld Axe. Die kunnen de hele dag door lekker ruiken door zo'n douchegel. Bij vrouwen vervaagt het sneller. Dat is ook wel bij deze het geval. Er zitten geselecteerde bestanddelen in. En is uitermate geschikt voor het reinigen en verzorgen van de droge huid. Nou, hij was prima. Rook goed. Dus ja, een prima douchegel. Ik zou hem zeker nog wel weer kopen, zou ik weer een nieuwe nodig hebben. Ik heb nu toevallig weer een nieuwe staan van een andere supermarkt. Maar als ik daar weer zou zijn, ik zou er weer een nodig hebben, zou ik hem zeker opnieuw kopen. Dan heb ik een item wat je misschien niet bij mij zult verwachten, maar dat is baby shampoo van Teddy Care. Deze is van The Action. En nee, ik heb geen baby's of ik gebruik het niet zelf, maar ik vind dit ideaal om mijn make-up kwasten mee te wassen. Dit is een shampoo waar aloe vera in zit. Ja, ik denk dat dat niet heel erg boeiend voor mij is. Ik kijk daar niet zo naar, want baby shampoo is voor mij baby shampoo. En ik vind hem bij de Action lekker low budget. En ik merk gewoon dat dit heel fijn werkt met het reinigen van mijn make-up kwasten. Omdat het eigenlijk heel neutraal is. Er zitten eigenlijk geen toegevoegde dingen in. En het is gewoon heel zacht. Ja, en als het voor babyhaartjes heel zacht is, is het voor je make-up kwasten ook heel uitermate geschikt. Ik gebruik dit echt al jaren en ik zweer hierbij. En die van de Action is lekker low budget. Dus ik probeer hem meestal daar te halen. Dus dat is baby shampoo. Dan heb ik een flesje met mondwater. Ik gebruik altijd mondwater na het tandenpoetsen. Deze is van Dentalux en dat is een merk wat de Lidl verkoopt. Dit is de 8-in-1 compleet. Er zit geen alcohol in. Voor elke dag gebruik. Totale hygiëne en Fluoride Protect. Nou ja, prima. Weet je, ik neem dit altijd bij de Lidl mee. Dit was volgens mij een roze variant. En die vind ik ook heel lekker. Ik moet wel zeggen, er zit wel echt verschil in smaken. De blauwe is bijvoorbeeld net weer wat intenser. Deze vond ik wat minder intens. Dus het liefst heb ik wel de blauwe, omdat die echt heel fris is. Maar ik vind dit eigenlijk prima. En ik doe ook best wel lang met zo'n fles. Dus dat vind ik gewoon een heel fijn iets om te gebruiken. Dan heb ik een body lotion. En deze is van Dove. En dit is de Nourishing Body Care. Dit was de Pampering Body Lotion voor a dry skin. En hier zat sea butter en vanille in. Ik vond deze echt
heel erg lekker. Deze komt ook gewoon bij de Action vandaan. Ik ben, als het op verzorging van de huid aankomt, best wel een beetje kieskeurig. Ik kan tegen hele goedkope bodylotion kan ik niet, want daar krijg ik echt uitslag van. En die van Dove, die werkt prima. Ik gebruik ook al jaren Dove. En bij de Action is die echt heel goedkoop, want voor zo'n grote fles bij de meeste drogisterijen betaal je al gauw een 8 euro. En ik geloof dat die bij de Action 2,40 euro is. Ik vond deze echt heerlijk, deze geur. Ik heb inmiddels ook een nieuwe. En ik moet zeggen, die vind ik ook heel lekker ruiken. Maar deze was wel echt heel erg lekker. Maar die hadden ze niet meer bij de Action. Maar dit is echt een product waar ik bij smeer. Ik gebruik dit iedere dag. En op 2 dagen in de week na, dan gebruik ik een body butter. Maar deze is echt fantastisch. En zodra ik bij de Action kom, neem ik ook weer een nieuwe verpakking mee als ik hem aanbreek. Als ze hem hebben, want ja, Dove, daar zweer ik echt wel bij als het om huidproducten gaat. Zo, dat gaat vallen. Dan een heel basic item. Ik heb hier toevallig 2 flessen van. En dat is scheerschuim. Deze is voor de sensitive skin met aloe vera voor een smooth shave. En deze is van het merk Shen. Ook te kopen bij de Lidl. Wat ik het fijne vind aan deze verpakking is dat deze een vrij grote drukknop heeft. Hiervoor gebruikte ik de scheergel van de HEMA. Die had een wat compactere knop om te drukken. Maar ik heb daar toen een verpakking van gehad. En die was na 1 keer drukken, was de druk eraf. En ik had niks raars gedaan. Dus ik kon eigenlijk een hele volle fles weggooien. Ik heb dit toen ook gemeld bij de HEMA. Ze hebben dat heel netjes met mij opgelost. Maar toen was het bij mij wel zoiets van, ik weet niet of ik nog aandurf met die verpakkingen. Toen ben ik overgegaan op die van de Lidl en die werkt echt prima. Ik heb wel zelf het liefst gel. Want ik vind het fijn dat het in een bolletje eruit komt. En als je het dan gaat smeren, dat het gewoon echt, echt een beetje zeepig wordt. Kun je dat zo zeggen? In ieder geval, ik gebruik dit echt heel graag, want bij het scheren heb ik gewoon het liefst een scheergel. En die vind ik gewoon heel fijn. Dus daar ben ik ook wel iemand in die een vast merk heeft. Dus die van Shen. Even kijken. Dan heb ik een cucumber en green tea scent van Dove. En dat is deze. Deze heb je ook al regelmatig in het Action Shoplog voorbij zien komen. Dit is uit de Go Fresh line. En dit is ook een body wash. Deze vind ik echt heerlijk. Dit is zo'n lekkere douchegel. Gebruik ik zeker 2 keer in de week. En het maakt je huid gewoon heel zacht. En het ruikt gewoon heel erg lekker. Ook bij deze geldt wel dat het niet heel lang ruikt. Dat vind ik wel jammer. Al ruik je bij mij sowieso niet heel lang douchen. Omdat ik er dus gewoon weer een body lotion overheen smeer. Of een body butter. Maar ja, deze die gebruik ik echt wel jaren. En die vind ik gewoon heel erg fijn. En elke keer als ik bij de Action kom en wijn is bijna op, haal ik weer een nieuwe. Omdat die bij de Action gewoon vrij low budget is. En het is ook een vrij gangbaar geurtje. Dus ze hebben hem eigenlijk bijna altijd wel. Ja, dan heb ik een nagellak remover potje opgemaakt. Ja, ik lak wekelijks mijn nagels. En ja, daar hoort natuurlijk ook het verwijderen van nagellak bij. En ja, daar hoort een nagellak remover bij. Deze heeft volgens mij wel aceton. Ja, ik heb ook wel heel vaak degene waar geen aceton in zit. Hier zit aceton in. Nou ja, ik heb hem opgemaakt. Ik let er normaal wel wat meer op, maar het is ook puur. Hier zit ik niet aan mijn merk vast. Het is puur waar ik op dat moment ben. En daar neem ik hem mee als ik hem nodig heb. Dus ja, gewoon een leeg flesje met nagellak remover. Oh, dan heb ik een scrub gel van de Kruidvat. Je ziet hoe verkreukt de verpakking is, want ik heb echt het laatste restje eruit proberen te krijgen. Dit was een softcare douchegel. Er zitten hele fijne scrub deeltjes in en zit ook sojabutter in. Het jammer is dat ze hem in mijn Kruidvat niet meer hebben. Volgens mij hebben ze online nog wel een scrub gel. Sommige Kruidvat filialen hebben hem nog wel, maar die van mij heeft hem niet meer. Daar baal ik heel erg van. Ik vond het juist zo fijn dat hij in een tube zat, want daar hou ik wel heel erg van. Er zit 200 ml in. Ja, je kon gewoon prima je huid hiermee scrubben. En ik hou ervan. Ook dit doe ik 2 keer per week. En ja, ik baal er echt van dat dit eruit is. Dus Kruidvat, breng hem alsjeblieft terug in het vaste assortiment, want hij is zo fijn. Maar ik ga nog wel even kijken op de website of hij daar nog is. En anders ga ik hem gewoon eens bestellen. Maar ja, hele fijne
scrub ben. Dan heb ik een tandpasta. En dit is de Sensorine Pro Glazuur. Deze versterkt en verhardt je tandglazuur. Dit is echt een hele fijne tandpasta. Ik wil hem weer opnieuw gaan kopen, maar ik vergeet het steeds. Heb ik ook echt tot helemaal tot het randje toe opgemaakt, want deze vond ik zo fijn in gebruik. Het is een beschermende formule tegen zuren. En ja, hij is vrij matig qua mint. Dat vind ik wel jammer. Maar op zich, omdat ik altijd nog weer spoel met mondwater, maakt het niet heel veel uit. Maar dit is wel een tandpasta die ik echt heel erg fijn vind en echt heel graag gebruik. Dus deze ga ik zeker weer even opnieuw kopen. Want ja, je tandglazuur beschermen is gewoon heel belangrijk. En ik merk ook gewoon met deze dat het gewoon allemaal wat lekkerder gaat ofzo. Ik heb echt wel het idee dat dit goed werkt. Dus deze wil ik even weer opnieuw gaan kopen. Het volgende product wat ik opmaakte is deze body butter. En daar heb je me al een paar keer over gehoord. Ik ben namelijk een groot gebruiker van body butter. Althans, ik gebruik het 2 keer per week, maar dan ook echt wel een flinke laag. Ik gebruik body butter vooral als ik mijn eigen heb gescrubt en ook heb geschoren. Dan vind ik het fijn om body butter te gebruiken. Want omdat je huid dan toch een beetje wat kwetsbaarder is door het scrubben en het scheren, vind ik het fijn om een wat dikker product aan te brengen. En dat is deze body butter. Dit is trouwens een oude verpakking. Kruidvat heeft inmiddels de verpakkingen vernieuwd. Dit is de Blueberry Lychee. Ik vind deze het lekkerst. Ik heb de andere geuren ook nog niet geprobeerd, maar omdat ik deze heel lekker vind, blijf ik hier ook gewoon bij. Er zit 200 ml in. En ja, je droge huid wordt in een oogwenk zacht en soepel. En het heeft een fris zoete geur, ook deze. En het wordt ook heel makkelijk door je huid opgenomen. En dat vind ik wel fijn. Je kunt het gewoon insmeren en je huid neemt het heel makkelijk op. Echt een hele fijne body butter die ik inmiddels ook weer opnieuw heb gekocht. Dus deze kan ik ook zeker aanraden als je daarna op zoek bent. Want hij is ook niet zo heel duur. Hij is best wel low budget. Ja, dan heb ik nog een body butter. En deze die is al heel oud. Want deze is nog eens van de Action. Action heeft hem inmiddels ook niet meer. Maar ik was laatst mijn mandje aan het opruimen. Toen zag ik dat hier nog een klein restje zat. Dus die heb ik toen gelijk even opgemaakt. En dit was de Paradise Pink. Vond ik ook echt een hele fijne body butter. Jammer dat Action niet meer heeft. Het enige nadeel met deze was dat er zo'n dubbele dop op zat. Aan de ene kant fijn, maar ik drukte die dop er toch weer op na het gebruik. En dan was het wel eens zo dat hij erin verdween. Maar deze vond ik ook echt super lekker. Ja, jammer dat Action niet meer heeft. Maar ik heb dus nu een goede vervanging gevonden in die van het kruidvat. Dan heb ik een reinigingsgel. Deze is van het kruidvatmerk. En deze is voor de normale en de gemengde huid. Je hebt hem ook in een roze variant. En die is voor de gevoelige huid. Ik ga s'avonds altijd douchen en dan haal ik mijn make-up eraf. En dan vind ik het heerlijk om nog onder de douche een reinigingsgel aan te brengen. En ik gebruik dus deze van het kruidvatmerk. Dit is een speciaal ontwikkeld. Deze is dan voor de normale en gevoelige gemengde huid. Het is een zeepvrije formule, verrijkt met lotusbloemextract en aloe vera. En hij reinigt de huid op een effectieve wijze. Hij verwijdert ook nog make-up en onzuiverheden. En je huid voelt daarna weer heerlijk fris en zacht aan. Nou, ik heb ook echt wel een heel fris gevoel als ik dit heb gebruikt. Het wil niet altijd even makkelijk lukken dat alle make-up deeltjes eraf zijn van mijn gezicht nadat ik het heb verwijderd. En dan vind ik het heerlijk om deze reinigingsgel te gebruiken. Je kunt deze ook gebruiken met een borsteltje. Ik doe dit meestal niet. Ik gebruik hem meestal gewoon met mijn handen. Dan vind ik het heerlijk om het hele gezicht zo in te smeren. En ik vind het handig om onder de douche te gebruiken, want daarna kun je het gezicht gewoon afspoelen. Ja, dit spul gebruik ik al jaren. Ik zweer hierbij. Ik koop dit altijd weer opnieuw. En dit is echt wel een van mijn dagelijkse routines die bij mijn douchebeurten hoort. Dus echt een hele fijne reinigingsgel. Kijk, ik heb zelfs nog een body butter. Dit is dezelfde die van de kruidvat die ik net liet zien. Alleen deze heeft dan al de nieuwe verpakking. Deze heeft een paarse rand en die andere is dus zwart. Maar goed, die zat er ook nog in. Oh, dan hebben we nog een tandpasta. Dat was ook echt een van mijn all-time favorites. En dit is de ProDent White Now. Dit zijn direct wittere tanden na 1 keer poetsen. Ik heb hier ooit in de begintijd van mijn blog een review over geschreven. En dit werkt echt heel goed.
Ik vind het toch fijn om mijn tanden wat witter te hebben. En ik gebruik ook graag dit soort tandpasta's. Ik combineer deze dan vaak met die andere die ik net liet zien. Ik heb nu toevallig eentje van een ander merk, ook met zo'n whitening effect. En ik vind het heel erg lekker. Maar wat ik vooral heel erg lekker vind ook, is dat deze heel erg intens de mint smaak heeft. En daar hou ik van. Dit is een Blue Light technologie en ik gebruik deze echt al jaren. En als al mijn tandpasta op is, wil ik deze ook zeker weer opnieuw kopen. Want ik vind het echt heel fijn. Je ziet ook hoe goed ik dan heb geperst. Want je ziet gewoon echt dat het hele tubetje leeg is. Hele fijne tandpasta ook. Even kijken. Dan heb ik scrub gel. Ja. Ook mijn gezicht scrub ik 2 keer per week. Deze is, ik gebruik deze echt puur voor het gezicht. Dit is een zachte peeling met jojoba beads en bamboe extract. Er zitten niet hele grove scrubdeeltjes in. Deze is dus van het kruidvat. Op zich hou ik wel van een wat grovere scrub, maar voor het gezicht moet je er wel heel voorzichtig mee zijn, want ik word rood daarna. Daarna ben ik net een kreeftje als ik een hele grove scrub heb. Dit is wel een hele fijne. Deze is voor alle huidtypes. En gebruik ik gewoon 2 keer per week. Vind ik gewoon fijn om bij mijn routine te hebben. En dan, ja, het voelt gewoon allemaal net wat lekkerder aan. Je huid wordt er lekker zacht van. Dus ja, ook bij scrub gel, dus zweer ik echt bij om dit te gebruiken. En tegenwoordig dus van het kruidvatmerk. Ik heb hier zelfs nog een scrub gel. Deze kwam ik ook tegen bij het opruimen. Zag ik ook dat er nog een klein beetje in zat. En deze is van Odina Visage. Dit was er eentje van de Action. Ik weet niet of Action deze nog heeft. Ik heb deze echt jarenlang gebruikt ook van de Action. Maar omdat ik zelf inmiddels geen Action meer echt bij mij in de buurt heb. Ben ik overgestapt op die van het kruidvat. Omdat ik die wel in de buurt heb. Deze was trouwens wel wat grover. Op zich lekker. Maar zoals ik dus net zei. Als ik dan uit de douche kwam had ik echt hier bijvoorbeeld hele rode plekken zitten. En dat werd ook wel weer minder. Maar ik had wel het idee dat deze net iets te grof was voor mijn gezicht. Maar ik heb hem op zich wel met heel veel plezier gebruikt. En ik vond hem op zich ook wel heel fijn. Volgens mij zit hier ook net wat meer in als in deze. Want deze is 75 ml en hier zat 100 ml in. Maar het verschil is dat deze heeft zeg maar zo'n klepje. Dat vind ik wel heel erg fijn. En deze heeft een draaidopje. Dus, we gaan hem niet openmaken, want hij ziet er echt heel vies uit. Maar dat vind ik dus wel weer het voordeel met die van het kruidvat, dat die zo'n dopje heeft. Want ik hou niet zo van draaidopjes. Maar goed. Ja, dan zijn we toe aan de laatste items. Bijna. Dan heb ik hier nog een deodorant. En dit is ook mijn all-time favorite. En dit is de Rexona Maximum Protection Antitranspirant. Dit is de Sensitive Dry. Ik ben iemand die best wel snel zweet en het eigenlijk met een gewone deodorant niet meer redt. Ik heb zoveel deodorants in mijn leven geprobeerd. En elke keer dacht ik, oh dit gaat het zijn. En dan was het uiteindelijk toch niet. Tot ze met deze deodorant op de markt kwamen. En deze heeft een 48 uur dry protection antitranspirant systeem. En de bedoeling is dat je hem omhoog draait. En dan komt het product eruit. Nou, hier komt natuurlijk niks meer uit, want hij is hartstikke leeg. Maar deze, zo ziet dat eruit. En het enige nadeel van deze deodorant is dat hij best wel vlekken achterlaat op je kleding. Dus je moet eigenlijk het een beetje laten drogen voordat je je trui aantrekt. Omdat je anders echt van die plekken erin hebt. Maar dit is wel de enige deodorant die voor mij echt goed werkt. Ik heb dan ook eigenlijk... ik heb eigenlijk altijd de sport variant. Die hadden ze op dat moment niet. Toen heb ik deze geprobeerd. Maar ik vind de sportvariant wel fijner. Maar dit zijn echt hele fijne deodorants voor als je wat meer last hebt van zweten. Je zou hem 1 keer per dag kunnen aanbrengen. Dan zou je het de hele dag moeten kunnen houden. Maar goed, als je dit 's avonds doet na het douchen. En je wordt de volgende dag wakker na het slapen. Wil je gewoon weer deodorant aanbrengen. Dan zou je dus het met een normale deodorant moeten kunnen redden. Maar ik ga dat niet eens proberen. Ik gebruik hem echt 2 keer per dag. En ja, ik vind het wel prima. Het is wel een hele dure deodorant. Maar voor mij werkt hij wel heel goed. Gelukkig is hij regelmatig in de sale. En dan kun je hem echt wel voor een stuk goedkoper krijgen. Of stil, ik moet zeggen, in de aanbieding. Maar echt een hele goede deodorant. Dan zijn we toe aan de shampoo flessen. Ik zie hier, even kijken.
Ik heb hier allereerst twee verschillende shampoos. Ik ben een tijdje geleden overgestapt op de shampoo van André Long. Ook op shampoo gebied heb ik al heel veel geprobeerd. En ik moet zeggen, ik ben nu sinds een tijdje overgegaan op de André Long. En deze is voor pluizig haar. En ik heb pluizig haar. Ik heb allereerst deze. Dit is de Oriën Curl. Die had ik toen toevallig verkeerd gekocht. Maar hij is wel met intense voeding en voor pluisvrije huid. Dus dat was voor mij het belangrijkste. Hier zat Boriti olie in. En het is echt een hele fijne shampoo. Hij ruikt heel erg lekker. Ik merk ook echt dat mijn haar er zacht van wordt. Het lijkt ook wat minder te pluizen met deze shampoo. Dus dit zijn echt wel hele fijne shampoos. Ja, ik vind André Long op zijn shampoo gebied ook echt wel heel erg goed. Maar eigenlijk welke ik normaal altijd gebruik is de Oil & Care. Dat is dus deze. Deze is voor pluizig en droog haar. En hier zit arkanolie en marula-olie in. Dit is degene dus die ik normaal gebruik. Het ruikt ook super lekker. De geuren zijn echt heerlijk. Maken mijn haar zacht en pluist veel minder hiermee. Dus dat zijn de shampoos die ik gebruik. Deze was dan verkeerd gekocht, maar deze is degene die ik altijd gebruik. En dat geldt ook voor de conditioners. Ik heb er hier drie liggen. Ik moet even kijken hoor of er drie verschillende zijn. Ja, het zijn drie verschillende conditioners. Oké, allereerst heb ik de Oil & Care. Die hoort dus bij de shampoo. Hier zit arkanolie en murelaolie in. En dit is dus de conditioner voor pluizig en droog haar. Eigenlijk precies hetzelfde als bij de shampoo. Ik smeer dit onderin mijn haar in en het is daarna een stuk soepeler en niet echt pluizig meer. En het ruikt ook nog eens super lekker. Dus dat is deze. En dit is degene die ik het liefste gebruik. Maar ik had natuurlijk een paar keer een verkeerde gekocht. En toen had ik ook de Oil & Care gekocht. Ook hetzelfde als bij de shampoo die ik dus verkeerd had gekocht. Voor de intense voeding en pluisvrije haar met de Boriti olie. Hij was op zich ook prima hoor. Maar omdat ik eigenlijk niet echt krullen heb, meer slag. Doet hij mijn haar niet helemaal zo recht toe. Maar vooral omdat hij wel voor pluisvrije haar was, vond ik het niet zo erg. En dan had ik er eentje, die had ik helemaal misgekocht. En dit is de Oil & Shine. Dat is deze. En deze is voor extra mild voor de hoofdhuid. En dit was met rozenolie. Ik vond hem wel heel lekker ruiken. Maar het was dus niet echt voor mijn haar. Omdat ik hem voor pluisvrij haar nodig had. Maar goed. André Long is in ieder geval nu het shampoo-merk wat ik graag gebruik. Dus je ziet dat er best wel veel flacons doorheen gaan bij mij. Want ja, er zit ook niet heel veel in. Er zit in zo'n fles 300 ml in de shampoo zit. Ook 300 ml, maar conditioner gebruik je toch wat meer van als je lang haar hebt dan van shampoo. Dan waren dit alle producten die ik de afgelopen 3 maanden heb opgemaakt. Zoals je ziet doe ik eigenlijk best wel lang met producten. Het is niet dat ik, zoals ik al eerder zei, een groot gebruiker ben. Maar ik vond het wel weer heel erg leuk om eens te laten zien wat ik nou zoal gebruik en waarom ik dit gebruik. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jullie ook personen zijn die vastzitten aan bepaalde merken voor producten. Of dat je gewoon net koopt waar je zin in hebt. Of dat je er misschien minder gevoelig bent. Ik merk gewoon dat mijn huid best wel gevoelig is. Zoals voor de body lotion. En ja, sommige producten. Maar ja, over het algemeen zit ik gewoon heel erg vast aan mijn eigen merken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. En dat je een beetje een idee hebt wat ik zo al opmaak. Dus ja, dat is de buit voor deze keer. Mocht je het leuk vinden als ik vaker dit soort video's opneem, laat het dan zeker even weten in de comments. Want dan wil ik dit natuurlijk gewoon doen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal en mocht je op de hoogte willen blijven, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, dan kun je die rode button aantikken. En dan heb je ook een belletje ernaast staan. En als je die aandrukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!